Hallo, graag zo'n nieuw thee. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Hats of Eigen 4. De vorige aflevering hebben we, nou ja, Frankrijk en Scandinavië een beetje kapot te maken. Maar hier hebben we nog steeds een beetje van die probleempjes die zich volgens mij vanzelf wel oplossen. En nou ja, ik zei dat we Scandinavië helemaal kapot hadden, maar dat is nog niet helemaal waar. We hoeven nog maar één gedeelte en dan is dat ook helemaal klaar. Het enige probleem is dat er ontzettend veel lag is, maar hopelijk gaat het wel wat beter nadat deze divisies allemaal een beetje kapot zijn, laat ik maar zeggen. Want dat is op zich wel handig om te hebben. Want nu moet ik het gewoon op deze manier even een beetje gaan runnen. Niet dat het een probleem is, maar het is wat fijner als het wat sneller gaat. Ja, we moeten eigenlijk ook nog een beetje gaan proberen. Oh, we kunnen naar de Atlantic Wall doen. Ja. Yeah. Dat is een zeker iets wat ik wil gaan doen. Ook al heeft dat hier nog niet veel zin bij Normandië. Kom op, even naar Cherbourg. Daar hebben we in ieder geval weer een lekker encirclement van een aantal divisies. Ja, als je gewoon hier naartoe loopt, dan hebben we al wel een encirclement. Het is wel een beetje dom. Nee. Je loopt even daarheen om die even te supporten. Want we hebben nu in ieder geval een encirclement. Dat is helemaal prima, maar hoe gaat het hier voor de rest eigenlijk? Ik moet eigenlijk gewoon dit eerst kapot krijgen, want dan kunnen we alles een beetje daarop focussen. En natuurlijk als we Noorwegen kapot hebben. Dat gebeurt ook binnenkort wel. Oké, die loopt nu weg. Dat is mooi. Dan kunnen we deze weer even omcirkelen, want dat is wel heel hard nodig. Ik zie nu pas dat we heel weinig divisies hier hebben. Nou ja, maakt op zich niet uit. Want eigenlijk is dit wel iets belangrijker. Het gaat niet al te snel, maar hey, hopelijk gaat het wel wat beter wanneer het over is. Hoe zit het eigenlijk met Italië? Oh, dat gaat ook wel redelijk. Italië doet het beter dan eigenlijk in de echte wereld. Kom maar op met de encirclement. I would like that, please. Yep, the circlement has happened. Golf van 6 divisies. Ah, oh, dat zijn wel weer 6 divisies minder. En als we deze dan ook nog even kunnen hebben. Ja, dan hebben ze natuurlijk nog wel 2. Nee. Of nee, dan hebben we dit ook weer wel encircled. Want hier is dit is gedeeld van mij.
Dat zou ook gunstig komen. We hebben weer 6 divisies omcirkeld. Oeh, ze wilden Nevel een beetje doen, maar dat is ze niet gelukt. Oké, okay, dan moet even dat focussen. Jij moet bij Chirp ook blijven. Zolang ze die plaats niet hebben, dan kunnen ze niks. Ze zijn nu eigenlijk gewoon fucked. Oké, okay, dit is ook wel weer over-inert. Oké, okay, hier ook. Mooi. Eigenlijk alleen nog wat dit. Oké, okay, dit is ook een encirclement van 2 divisies. Ah, lekker. Nou, en dan kunnen we alles hierop focussen, op Zwitserland. Oké, okay, dit ziet eruit dat het wel wint. Dat is heel erg mooi. Even kijken, kan ik toevallig weer wat divisies deployen? Nee. Ja, ik kan wel deze deployen, daar niet van. Die vliegtuig, hallo. No. Oké, okay, de laatste beetje resistance in Frankrijk gaat nu kapot. Is dat een plaats te vallen? Ja, in Normandië, dus op zich. Ja, echt alles wordt gefocust dan hierop. Oké, okay, nu gaan ze allemaal focussen op Zwitserland, want dit is nu allemaal kapot. En dat is wel heerlijk. Eigenlijk alleen maar ja, Noorwegen nog even een beetje kapot te krijgen. Maar dit is wel heel heerlijk. Echt al die divisies van wat van de geallieerden komt en niet van Zwitserland zelf, die hebben nu echt een groot probleem. We worden nu allemaal verloren. Dat heeft vooral mee te maken met België, Nederland, Nederlands als Indië. Deze 3. En misschien nog wat andere wat er nog tussen ligt. Ja, die hebben geen access meer tot een seaport. Dus dat betekent dat ze eigenlijk heel hard fucked zijn. Want we hebben eigenlijk gewoon een grote, een volle encirclement in Zwitserland. Oh, ik vraag me af. Kijk, 14 juli, oh, dat is dichtbij. Dan kunnen ze hopelijk ons joinen. Dat scheelt toch wel weer een beeld. Okay, volgens mij valt Zwitserland ieder moment ook. Oké, okay, ik kan jullie weer even deployen. Nu komt de Atlantica wel echt goed uit. Ja, nu hebben we het op zich best wel hard nodig.
Nice. Even de Sovjet-Unie wat vandaan krijgen. Kijk, Vichy Frans, die heeft dus niet access to een seaport, dus hun zijn eigenlijk zo goed als veilig. Dat is mooi. Voor hun. Wat ze zeggen, ik heb al aan het... Oké, ze zijn echt de coast aan het verdedigen en vooral... de seaport. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel logisch. Aha. Ja, deze divisies die gaan allemaal kapot. Ik zou zeggen... van kaart. Gewoon die boel even afslachten. Dan kunnen jullie even helpen in Noorwegen. Oh, daar worden ook wel heel gunstige encirclements neergeplemd. Dat is heerlijk. Nagaan, het is ook nog een beetje Noorlinie waar ze nu nog op vechten. Dat is het laatste. Overrun. En Noorwegen is ook kapot. Oké, ze gaan al helpen. Dat is fijn om te weten. Want eigenlijk hebben we de oorlog zo goed als gewonnen. Behalve ik wil echt nu... Ik ga proberen om Engeland te krijgen. Want we hebben nu naval superiority. En ik zie dat er al naval invasies zijn gepland. Volgens mij gaat er al eentje naartoe. Dat zou handig zijn. Oké. Ik ga jullie ook alvast eventjes plannen voor een naval invasion. Vanuit Trevor naar... Waar is dat? Oh ja, Portsmouth. Dan wil ik dat jullie helemaal naar noorden toe gaan in dat gebied. Hoezo hebben ze geen nu, of hoezo hebben wij nu overal naval superiority? Nou ja, het is positief, want dan krijgen wij ook geen naval invasion op het moment. En vanaf dat punt kunnen we van hieruit, als we dit gebied hebben, kunnen we helemaal naar Groenland toe gaan en dan kunnen we dit gebied overnemen. Hoe zit het eigenlijk hier? Ja, hier hebben ze ook al een aantal feestjes gepland, gepland en alles. Oeh, ze hebben gewoon geen één divisie meer die een naval port heeft hier. Hoho, dat gaat lekker. Al mijn divisies die zijn er nog niet eens. Oh ja, er zijn er al wat geland. Nice. Weg jullie. Even helpen hier ook. Zolang we Dover hebben, dan kunnen we in ieder geval nog heel wat hebben. Standaard panzer. Is dat ook de max? Ja, dat is max. Dat is ook helemaal max. Misschien ook de anti-tanks. We moeten eigenlijk gewoon Dover even houden. Oh, er komt er nog wat naval invasion aan. Nice. Ik probeer hem even te helpen. Oké, nee, niet dus. Zien, hoe gaat het hier?
hebben nog geen Naval Base. Dat is mooi. Hier zijn ze ook al goed bezig. Dus eigenlijk moet ik mijn divisies allemaal even op die laatste neerzetten. Als we dat stukje kunnen houden, wat we nu echt hebben. Oh ja, we hebben nu ook coverage, omdat we nu een radar hebben. Lol. Oh ja, Londen overnemen, dat wordt hem niet. Oké, ook even Roosvol. Hoe zit het nu eigenlijk met onze frontlinie? Oh ja, dat is zeker aan een frontlinie. Oké, hopelijk kunnen we Londen nog overnemen deze aflevering. Ik ga zo wel de aflevering afsluiten, dus maar dit gaat goed. We hebben dan misschien één Naval Base, maar die kunnen we nog wel goed gebruiken. Oh ja, ze brengen nu al een troep over, dat is nice. Manpower, ja. dat zal mij op zich een borst wezen op het moment. Behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik kom terug van de Gripplijker op mijn kanaal. Zie ik volgende keer weer. Later.